Thomas Janssen, de afsluitingswedstrijd denk ik voor de U23 dit jaar. Een mooie prestatie, 0-0 tegen Engeland, onverhoopt. Nee, niet onverhoopt. Ik denk toch wel, net zoals dat we Gins gespeeld hebben, dat we absoluut gaan om punten te pakken tegen Engeland. En ja, vandaag hebben we dat gewoon gedaan. Dus ik kan alleen maar trots zijn op de prestatie van de meisjes. Ja, vorige wedstrijd in Noorwegen, hoe liep dat? Want daar heb je dan met 3-0 verloren. Dat klopt. Ik denk een beetje tegen de gang van het spel. Ik denk dat we daar ook het spel hebben proberen te maken. Een Noorwegen wat ons wel een beetje liet komen en toch wel op de counter soms heeft afgestraft. Discutabele offside goal, eerste fase. Ik denk ja, onze doelvrouw ook een beetje ongelukkig bij de derde goal. Maar al bij al ook daar, en dat is het motto van U23, we hebben aanvallend voetbal proberen te spelen daar. Vandaag hebben we dat net iets minder gedaan. Maar we moeten kwaliteit uitspelen op de juiste manier. En op die fase denk ik dat ze ook stappen kunnen zetten voorwaarts. Ja, en hoe kijk je terug op het volledige jaar met de U23? Zijn er ontdekkingen geweest? Zijn er tegenvallers geweest misschien? Opnieuw heel mooie opportuniteiten kunnen geven aan iedereen. We hebben voornamelijk ook in de laatste windows een beetje aan de ruime squad van de Red Flames ook minuten kunnen geven. Heeft gerendeerd als je ziet dat we toch nu ook weer een heel aantal namen kunnen afleveren. Ik denk opnieuw aan een Lisa Petri bijvoorbeeld, die ook wel haar minuten nog zal maken met de Red Flames. Zo zijn er nog een aantal namen. Dat is uiteindelijk ons doel en daar moeten we voor gaan. En ze mogen zo aanvallend mogelijk spelen bij U23 om dan bij de Red Flames dezelfde lijn proberen door te trekken. Ja, en nu dit jaar die wedstrijden tegen Portugal, Engeland, Zweden, Noorwegen, dat zijn juiste waardemeters denk ik ook, hè? Dat klopt. En we hebben ook kunnen constateren eigenlijk dat we als federatie aan het groeien zijn. We hebben meer meisjes aan de basis. Ze beginnen ook jonger te voetballen en dat rendeert in de nationale ploeg. Dat maakt ook dat we eigenlijk ja, mooiere prestaties ook hebben kunnen neerzetten met net iets aanvallender voetbal, ook bij U23. Dus dat is echt heel goed voor de toekomst. Ik hoop op een volgend jaar met eenzelfde soort tegenstanders. Want op deze manier kunnen we stappen zetten. Elke week spelen op het scherp van de snee, dat maakt de meisjes absoluut beter. Oké. Ik dank u en veel succes voor het vervolg. Dank u wel. Bedankt ook aan u.